duurzaamheid betekent voor mij dat het verschil van transitie waar we nu heen gaan. Dus een ander soort samenleving. We gaan van een eigenlijk hele individuele samenleving hopelijk naar een samenleving die iets meer gedeeld is. Als je over duurzaamheid praat, je krijgt natuurlijk een heleboel energie van. Het is een heel mooi onderwerp, maar het is altijd wel heel belangrijk om het praktisch te houden. Dan zou ik gaan voor de makkelijkste en de meest consequente manier om je klimaatimpact te verlagen. En dat is met je mes en je vork. Dus kies voor minder vlees, minder zuivel, minder ei en kies vaker voor vleesvervangers, pulvruchten, tofu of tempeh. TU Eindhoven met Zolt.